ook, dames en heren. Ik start net GTA op, dames en heren. En ik krijg dit. Congratulations. You have been awarded $250,000. Dames en heren. Dankjewel, Rockstar. Shout naar jullie. Ja. Vandaag is de Pegasi uitgekomen. En wacht, ik maak hier even een fotootje van. Ga ik even in de Dutchshot Crew app sturen. Is wel leuk. Ja. Oké, okay, we gaan weer verder. Druk op kruisje. En ja, GTA laat. ik denk, ik ga even die auto kopen. Maar ineens krijg ik dat in beeld. Ik dacht van, wow, oké. Maar ja, vandaag is Pegasi uitgekomen, dames en heren. En we gaan hem zo even kopen. En dan, Dan gaan we even alles erop gooien. Dus... Ja, hij laat nu nog even. Oké. Da-da-da-da-da-da. Oh mooi, span ik ook gelijk op de grond. Dat is chill. Kijk hem dan, rustig op zijn telly en shit. Hey, ik doe gelijk even crewkleding aan, man. Je weet zelf. Bam. Oké, ja. Gaan we hem even kopen. Ik moet wel even ergens veilig staan, want ik... Waarom goud die shit hier zo? Alright, we gaan hem even kopen. 64 miljoen. Rockstar, je bent geweldig. Alleen, ze hebben wel mijn crew rank weggehaald. Dus ik moest eigenlijk helemaal opnieuw beginnen. Dat is wel kut, man. Ja hoor, de Pegasi. Yeah, buddy. Gelijk even kopen. Zal ik doen wel even... Blauw of zo? Ja. Garage 2. Hoppla. Hoppla. Yeah. Ik moet even wachten tot die geleverd wordt. En dan gaan we ervoor. A few moments later. Oké, dames en heren, we zijn er eindelijk. Eindelijk. we gaan gewoon modify hier. Want het gaat er daar keihard aan toe bij de spray daar, dus we doen wel gelijk even hier zo. Even wat een paar dingen erop gooien. Ja, gewoon een beetje de belangrijke dingen, gewoon even voor de video voor jullie, dames en heren. Dus dit. Even kijken hoe die eruit gaat zien. En later doe ik gewoon even alles erop gooien, voor mezelf dan. Damn! Holy shit. Holy shit. I know. Nou, dat is niet belangrijk. Licht is wel leuk, ja. Yeah. Wow. Layout. Ja, dat is ook wel leuk. Ja hoor. Ja hoor. Crew emblem natuurlijk. Oh, ook zelfs de binnenkant is ook cool. Ja, dan kijk ik later wel even naar crewkleur. Ja, zo sick hoor. Damn. Nice. Nou, dan kijk ik straks wel misschien even naar. Zo. Wow. Oh, je hebt meerdere. Cool. Ik doe even deze gewoon even zo op. Even als duurze. Turbootje. Wauw, Minecraft geïnstalleerd. What the fuck? Ik speel dat al lang niet meer. The fuck? Krijg ik dat ook ineens in beeld? Tuurlijk. Nou, view type, dat weet ik dan ook weer niet, natuurlijk. ja, ik laat het gewoon even zo, denk ik. Misschien hebben ze hier nog wat sportwielen. Nou, ik laat de wielen gewoon even zo dan. Kijk, ik laat ook wel weer naar... ja, voor de rest heb ik alles. Ja, misschien doe ik toch wel even een kleurtje erop voor, even voor de video voor jullie. Even mat zwart voor nu dan.
Ja, dan ben ik benieuwd hoe die rijdt. Ik heb een beetje de belangrijke dingen heb ik erop gegooid, zoals turbo, noem maar op. En dan gaan we het meemaken, dames en heren. We gaan het echt meemaken. Kijk, dat bedoel ik, dames en heren. Deze sessie is echt overpowered. Iedereen killt elkaar. Zelfs een bus staat voor mijn garage. Dus we gaan even afstand van die shit nemen. Wow, die shit. Wat een heerlijke wagen. Damn. Woe. Heerlijk. Heerlijk. Damn. Te mooi. Echt gewoon te mooi. Hij heeft ook gewoon een beetje best wel een mooi geluid ook. Zo. Perfect. Rockstar. Great job. Echt eindelijk weer zo'n mooie auto op GTA. Wauw. Mooi. Echt, hebben ze echt goed gedaan deze keer. Alleen die stunt dinges wat ze erbij hebben gedaan, dat interesseert me niet zoveel. Maar mij gaat meer om de auto's. En dit is weer een mooie auto voor iedereen zijn collectie. Dus ja, het hebben ze echt mooi gedaan. Great job. Goed gedaan, Rockstar. En ook bedankt voor die 250.000 dollar, euro, whatever. Echt insane. Leuk. Leuk om GTA mee op te starten. Echt great. Heerlijk. Woe! Dames en heren, dit is de Pegassi. Ik zal hem nog even openmaken voor jullie van, ja, gewoon, doe even dit, al. Oh. Hop. Hop. Kijk eens dan, joh. Jezus, te mooi dit, hè. Echt. Ik vind het echt een leuke bak. Wauw. Perfect. Perfect gewoon. Ah, ik wil jullie nog een outfit laten zien die ik heb. De glitch outfit. Oh, niet die. Kijk, moet je eens kijken naar mijn benen. Oh, nou zie je ze beter. Juist. Je ziet ze gewoon niet. Dit is eigenlijk gewoon mijn glitch outfit waar waarmee je mijn benen zeg maar niet ziet, dus ik vind dat best wel grappig. Shout-out naar Fietsmand voor deze glitch. Ik ben nog bezig met de duffelback, maar dat komt goed. Ik heb wel de juggernaut suit alvast. Dus, yeah. Dus dat. Dames en heren, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Deze gast, ik weet niet waar de fuck niet mee bezig is. Bedankt voor het kijken, dames en heren. Ik zou zeggen tot de volgende keer. Like, deel, abonneer en dan zie ik jullie de volgende keer. Ciao!